Ze noemen dit een mini. Maar waarom eigenlijk? Rechtop. Oh. Kikken. Ja. Even, ja. Zo. Oh, je bent heel goed. Ja, het is allemaal begonnen bij mijn broer op mijn graf. We hebben ook een mooi plan neerzetten. Maar ja, als je niet voldoende iedere dag water geeft, dan gaat hij ook dood. Dit past ook wel een beetje bij jou. Nou, doe maar. Je ziet het in mijn oogkastje. Dat geeft niet. Nou. Dus je moet er wat voor over hebben. Gaat het? Ik hoor echt gitaarspel, ja. Dit vinden jullie leuk, hè? Ja. Laat nog eens een stukje horen. Mooi hoor. Maar wat is hier zo leuk aan? Want je zal wel kramp hebben zo langzamerhand, toch? Ja, voor ons is het de uitdaging om zo groot mogelijke hits in zo klein mogelijke ruimtes te stoppen. Ja. Ja. Het is toch vrij bizar? Of zie ik dat verkeerd? Ja, ik stel mezelf ook wel vaker de vraag van waarom zou je het doen? Ja, goede vraag. Waarom zou je dit doen? Ja, als je over alles nagedenkt kun je altijd denken waarom. Ja. Maar bij dit specifiek natuurlijk gewoon omdat wij het leuk vinden. Dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Kan je ook zeggen dat jullie een heel klein muzikaal talent hebben wat je nu optimaal uitbuit? Ik denk dat wij het als rockband niet hadden gered misschien. Maar... en hebben jullie het ook samen? Ja. Dat moet als wel, denk ik, hè? Dat is wat claustrofonie doet. Optreden in kleine ruimtes. En het kan niet gek genoeg. Een caravan... Een boomhut, een meterkast of een tentje. Zo is het. Zo, kan je het ook hierin? Een zee van ruimte. Nou. Pas je dan meteen de instrumenten aan? Ja. Dan kunnen er grotere dingen in. Jeetje, jullie zitten heel fanatiek je best doen in die tent en toch werkt het ook een beetje op mijn lachspieren. Is dat erg? Nee, dat is juist de bedoeling. Je moet het allemaal niet te serieus nemen. Ja, het is ook soms wel frustrerend omdat hoe hard wij ook oefenen, het zal nooit zuiver en serieus worden en mooi. Waarom wordt het nooit mooi? Dat heeft vooral te maken met de instrumenten, omdat de ukulele die... Omdat hij zo klein is, ook best moeilijk te stemmen. En die piano is ook wel bijzonder, ja. De piano is helemaal niet te stemmen. Ja, dat bedoel je, hè? Ja, dus ja. De vleugel klinkt dat toch iets beter. Ze zijn net iets anders en melodica is hetzelfde, ja. Dat ze niet te stemmen. Maar dan kies je voor zo'n heel klein nummertje in een kleine tent en je speelt het heel klein. En dan heb je ook altijd maar een heel klein publiekje. Ja. Ja. Ik wil best wel bijvoorbeeld in Paradiso spelen, maar dan op de wc. Zo. Ja. Het hoeft niet zo heel groot. Je ziet de reacties gewoon meteen van de mensen. Je hebt gewoon meer interactie dan wanneer je op een heel groot podium staat. Ah ja.
Zullen we naar iets kleiners? Want ik vind dit nog wel een beetje riant. Ja. Dus blijf lekker zitten, zou ik zeggen. Dan gaan we even verkassen. Ja. Zo. Nou, blijf zitten. Dan gaan we. Kom op. Zo, jongens. Kijk eens. Dit is eigen winkelwagentje. Een droom komt uit. Okay. Eenmaal publiek. Dit is ook. Het is lang geleden dat ik in een karretje heb gezeten. Ja, ik zie het. Oké, een beetje interessant. Is het ook een soort heel erg bescheidenheid van jullie? Ja, ik denk dat het zit al in mensen om steeds meer en groter en zo te willen. Maar het is ook wel eens fijn om daar tegen in te gaan. Ja. Het is heel fijn om dat niet te willen. Groot geluk dan maar, of zo? Precies, groot geluk in kleine ruimtes. Take it away. Mooi weer, de regen is weg. Ziet er meteen vrolijker uit. Expositie, schilderijen en aquarellen. Nou, met nat weer is aquarellen misschien wel goed. Anybody home? Goeiedag. Hi. Ja, je hebt een bord bij de weg staan. Ja. Met aquarellen en schilderijen. Ja, van Eden. Nee. Heet u van Eden? Nee, jij. Oh, Edens, ja. Edens. Oh, ik dacht maar goed. Ik ben Gerry Disbergen. Dag, Gerry Disbergen. Ja. Ben jij hier verantwoordelijk voor? Ja. De bord ook? Ja. Nou, nee, ik zou zeggen, laat zien. Nou, dat zal ik doen. Kom maar mee. Zit die kant op? Ja, die. Aha. Ik moet misschien de rommel nog wel een beetje opruimen. Ja, daar ben je nou een beetje laat mee, hè? Ja, nou, ja, maar ik wist niet dat je kwam. Nee, maar dat is het leuke eraan. Oh. Welkom. Oh. Kijk nou. Doe eerst maar even de rotzooi, hè, want dat is... Oh, zonde, ja. Dus je doet ook de was ophangen hier. Ik word ook helemaal zenuwachtig. Zo. Kijk. Nou, dan hangen we het weer netjes op, hè. Nou, ruikt het hier ook nog naar soep of zo, klopt dat? Nee, ik ben aan met de rode kool bezig. Oh, dat gaat zo in één klap met je ja, mee, zo. Ja, ja, ja. Nou, Gerry, vertel eens. We wonen hier al 57 jaar. Dat zie je. En mijn man, die zie ik dan net. Nou, hallo. Stop, toen, met 25 zijn we getrouwd. En toen hebben we dit huis gekocht. Ik werkte gewoon... Als wat? Als hulp in de huishouding. Maar een paar halve dagen... Ik wou graag iets verdienen natuurlijk. Tuurlijk. De rest was de boerderij. Oh ja. Melken. Aardappels rapen. Gewoon een stoere handnaadje dus. Haver. Ja. Nou, al dat soort dingen meer. Ja. Ja. Maar dus niet met een penseeltje, een beetje fijnzinnig... Nee, ik ben ook nooit opgevallen met tekenen, hoor. Dus je kon het eigenlijk helemaal niet officieel? Nee, echt niet. Ik kon nog geen boom tekenen. Dit is je eerste ding? Dat is toen ik op schilderles was. Ja. Oh ja, dat is nog wel een beetje schuchter, hè? Ja. Wel lief. Ja, wel lief. Je hebt het gewoon bewaard. Ja. Dat is mijn eerste olieverf. 20 jaar terug. Grappig, hè? En dit? Die? Kerstroos. Ik vind hem tenminste zelf wel heel mooi. Ja. Vind je het ook? Ja. Deze vind ik zelfs nog mooier. Kijk, dat is dus iets wat ik zelf heb bedacht, ontworpen. Ja, hoe zeg je dat? Dit is je nieuwste generatie? Nee, het is niet mijn nieuwste, maar dit heb ik dus... dat is ontstaan, dit, doordat ik verven erop breng... En het plet, als het ware. Oh, dacht dat je nieuwe medicijnen had of zo. Dat je dacht van, nou, ik ga eens in het paars of in het... Het is totaal wat anders. Ja, en dit is ook te koop? Is te koop, en wat ja. moet het kosten dan? Het is een tweeluik, hè? Het hoort bij elkaar ja. natuurlijk. Ja, dan is het €300. Met z'n tweeën? Ja.
Nou ja. Nou, dat is toch geen geld, hè? Nee, dan kost je de kop ook niet, natuurlijk. Nee, maar het is ook een hobby. En verkoop je wel eens wat dan? Af en toe. Ja? Af en toe. Dat is wel gewoon een soort illegaal zakcentje. Of geef je het op bij de belasting? Ja, dat geef ik allemaal op. Ja, dat weet je toch ook wel. Tuurlijk. Ja. Heb je nou niet stiekem eens gedacht... Jongen, als ik nou dat twee deuren verderop geboren was... dan had ik me dat mijn hele leven kunnen doen. Nee, ik ben blij met alles wat ik heb gedaan. Zeg, het gaat je goed. Leuk dat jullie er waren. Vond ik ook. En bedankt, aan de slag, je hebt geen tijd te verliezen. Nee, eigenlijk niet. Eerst eten. Oké, rol je kool op en dan aan de slag, hè? Ja, ik zal het doen. Je kan de panen zo klein mogelijk houden. De kans dat je product of de stelling kapot rijden is natuurlijk ook niet. Ja. Ja, dit is allemaal vanaf hier tot onder is allemaal potten van mij. Ja, al die dozen. Ja. In dit magazijn staan de 2400 bloempotten van Antoon. Het is zijn nieuwste uitvinding. Een bloempot die zelf precies de juiste hoeveelheid water geeft aan het plantje dat erin staat. Toen ik op de lagere school zat, toen was een leraar mij aan het vertellen over de gloeilamp. Hoe dat uitgevonden is. Ik denk, nou, dat is een mooi iets. Zoiets zou ik later ook willen. En toen is het eigenlijk begonnen, het uitvindersvak, ja. Maar een beetje opletten. En nu heb ik dus een volautomatisch watergeefsysteem in een bloempot. Ja, het is allemaal begonnen bij mijn broer op mijn graf. Daar wou ik een mooi plant neerzetten. Maar ja, als je niet voldoende iedere dag water geeft, dan gaat hij ook dood. Toen is het idee geboren om een waterreservoir onder te maken. Nou, dat heb ik gedaan. En op een gegeven moment komt dit als product, maar dat heeft wel 4 jaar geduurd. Ja, het komt min of meer de beleving. Mensen weer het gevoel kunnen laten geven van ik kan wel planten houden. Dat is een hele leuke beleving waar je dan zo'n pot over kunt houden. Ik had, om heel eerlijk te zijn, had ik verwacht dat het wel sneller zou gaan lopen. Bij via de tuinbranche ben ik wel eens geweest en die zei ook van 80% van de mensen in Nederland hebben geen groene vingers. Dus dat is ik denk dat dan wordt het toch een hele grote markt. Het is natuurlijk wel hartstikke mooi in een hoop potten, maar ja, we moeten wel verkocht worden. Hè? Ja. Vorig jaar hebben we er 24 verkocht, dus dat is niet al te veel, maar goed. Daar heb ik wel wat ideeën nog te over om bekendheid proberen aan te geven. En dat is, zoals vaak mijn liedjes is, waar over planten en bloemen gaat. Om misschien iets over die pot, over de beleving van zo'n pot te gaan zingen. Kijk, als ze dat over gaan zingen, dan komt er bekendheid in. En dan weten mensen ook dat die pot bestaat. 12e, wat een dag is het? Gisteren heb ik er nog eentje verkocht, zie je dat? Ze gaan dan wel niet als warme broodjes over de toonbank, maar Anton is heilig overtuigd van het succes van zijn bloempot. De pot is perfect, ja. Zeker weten. Leuk zijn ze, hè? Ja,
Hartstikke leuk. Dit is echt jouw speelweide. Dit is mijn speelweide. En dat doen we omdat in het bos gaat het niet altijd goed met spelen. Mensen denken dat alles maar bij elkaar kan. En soms worden honden omvergelopen. En dan worden ze daarna bang. En hier letten we gewoon goed op dat ze allemaal het leuk vinden. Ja. En, nou ja, je ziet het. Ze zijn eigenlijk allemaal enthousiast met spelen. Nou, ben jij van de hondentraining? Ja. Maar dat is eigenlijk bijzaak. Want jij kan alle beesten trainen, hè? Als je het kan belonen, kun je het trainen. Ja, daar zie ik er wel een uitdaging in. Ja. Als je het kan belonen, kan je trainen. Dus ja. een wandelende tak kan je niet belonen. Of tenminste niet zo snel. Ja, is wat lastig. Maar als je dan kijkt naar bijvoorbeeld een baardvaraan of iets dergelijks. Baardagaan heet zo'n deze. Is een heel klein reptieltje. Die kun je wel weer belonen met kleine insecten. En die kun je dus trainen. En die hebben zwaaibeweging met een pootje. En dat kun je dan op commando bijvoorbeeld doen. Dus doordat hij dan af en toe een vliegje krijgt, gaat hij dan kan je zo naar huis zwaaien. Zo. Ja. Yvette is begonnen met het trainen van honden. Nu is de uitdaging om zoveel mogelijk verschillende dieren iets te leren. En ze heeft al heel wat soorten beesten iets bijgebracht. Een kameel. Een ara, een uil, een egeltje, een fret, eenden, kippen. Kippen? Op het moment dat jij goed traint, dan zie je dat een kip eigenlijk heel veel kan. Nou, snap ik die honden wel, hè? Want die gaan hier lekker spelen. Maar heb jij nou beesten in de buurt die jij getraind hebt die ik kan zien? Ja, tuurlijk. We kunnen naar de varkens gaan. En, de varkens? Ja, wie weet kun je even met ze voetballen. Kun jij ze trainen? Now you're my girl. Voetballen met varkens. Ja, dat is wat anders. Ik heb nog nooit gevoetbald met varkens. Nou, een uitdaging. Ja. Yvette leert de dieren niet zomaar iets. Ze worden vooral getraind voor films, reclames en televisieprogramma's. Hij luistert ook echt. Ja. Hallo varken, Jolly. Jolly. Hallo, daar ben jij. Heb je nog meer beesten voor bestaande commercials getraind? Ja, Jolly, kom maar. Wat dan bijvoorbeeld? Een egeltje. Ja. Die staat in de reclame van een bank. En wat kon die egel dan? En de egel is getraind om een soort parcoursje te lopen. En ik kwam keurig het terras oplopen naar het raam toe. En daar hurkte een mevrouw. En dan was het net of ze gesprek zeg maar samen hadden. En dan leer jij ze dat ze niet bang zijn en dat ze dat kunnen. En... Ja, jeetje. Want ik vind het wel leuk om met dieren te trainen. Maar een commercial doen, dan moet een dier het zelf ook wel leuk vinden. En anders is het zielig, dan moet je er vooral niet aan beginnen. Er zijn heel veel dieren die daar veel te gestrest van raken. En nog meer commercials waar we jou uit kennen? Tenminste, je dieren. De Blue Band reclame op dit moment met een Blue Band met een brandweermannetje. Daar zit een kat in. Een grijze kat die uit het vogelhuisje springt. Het is maar een heel kort shot, maar dan denk je, god, het staat er zo op. Maar het is en buiten, wat voor veel mensen natuurlijk griezelig is om te doen met een kat. Als je niet goed traint en dan in een vreemde omgeving is je kat weg. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. En daarnaast is het zo dat de jongen kwam aanlopen met een vangnet. En dan moest die kat eruit springen. Dat moet tegelijkertijd. Maar nou ligt daar die bal. Ja. En hoe gaat deze... ik heb hier deze carbonade op benen, hoe gaat die nou... Tegen die beetje bal. Respect voor mijn varkentje. Sorry, hoe gaat deze haarbal nou lopen voetballen? Dit is een klikker. Ja? De varkentjes zijn geleerd, als ik dit geluid hoor, dan doe ik iets goeds en dan komt er een beloning aan. Dus we lopen zo naar de bal en dan heb je grote kans dat ze spontaan denkt, omdat een varken speels en nieuwsgierig is, ik duw daar tegenaan. Dan klik jij op de klikker, dan zal ik hem een voertje geven. Oh ja, oké. Okay. Nu, aan een voertje. Dan mag je een voertje, kom maar. Ja, keurig. Wacht je even tot hij zo wat harder duwt voordat je de volgende keer klikt. En dit is een zachte. Die was goed. Ah, die vind ik heel goed hoor. En hij probeert te klikken op het moment dat hij het doet. Kijk, heel goed. Wat is nou een afschuwelijk beest om te trainen dat je zegt nou... Een kameel. Kameel? Ja. Want? Een kameel kan met elke poot 2 meter om zich heen trappen. En met de nekken slaan ze. En dan als ze op je hoofd slaan, dan breek je nek gewoon. En de bijtkracht, daar is een pitbull niks bij. En heb jij wel gedaan, toch? Ja, moet je hobby maar wezen. Ja, met andere wilde dieren, doe je dat ook? Ja, van alles en nog wat aan wilde dieren. De apen kun je trainen, leeuwen kun je trainen. Leeuwen, dat klinkt goed.
Ja, nou ja, goed. Kijk, heel veel dieren die worden getraind voor husbandrie, gezondheidstraining. En dan kun je bijvoorbeeld een dier leren om mee te werken aan gezondheidsonderzoeken. Dat die op een weegschaal gaat staan, dat je in de gaten kan houden of een dier nog gezond is. Ja, opstappen. Goed zo, hè. Maar die leeuw, wat heb je die geleerd bijvoorbeeld? Bek open, poot geven. En dan kun je dus controleren of die poot nog gewoon goed is. Of daar geen scheuren in zitten. Ja. En anders moet je die altijd onder narcose brengen als daar wat mee is. En dat is gewoon jammer. Als je met trainen dat kan voorkomen, is dat natuurlijk beter. Ja. Okay. En als je nou met twee vingers omhoog doet, gaat hij als het goed op zijn achterpootjes staan. Rechtop. Rechtop. Oh. Kijken. Geven. Ja. Zo. Oh, je bent heel goed. Wat een getalenteerd zwijntje ben jij, zeg. Ja. Dat is zonde om daar worst van te maken, hè? Ja, absoluut. Absoluut. Lukje, kom. Ja, Luk, wat ben je groot. Ja, die was goed. Ja, zo krijg je niks. Jeetje, sukkel. Zo. Ja. Heb ik nog één vraag? Yvette, handen omhoog. Omhoog, omhoog. Kijk, ik krijg ook een koekje zo. Kijk eens wat lekker. Dank u wel. Snel, zijn die lekker, hè? Nee, niet echt. Het is niet mijn smaakje. Het regent en paats vol in de zon. Oh. Er ligt een dode koe. Wat is dat? Oh nee, die heeft jeuk. Hallo koe. Een mooie koe. En een hekje erbij. Kijk nou. Brons ook nog. Atelier te roepen, dus is opgeheven. Nou, toch even weten waarom. Hey, levende brouwerij. Hoi, Harm. Goeiedag. Je bent opgeheven, las ik. Nou ja, dat ben ik niet. Oh. Ik woon hier nu, ik heb hier een kamer. Ja, ja, de mensen hiervoor die hadden een atelier inderdaad. Waar de vrouw inderdaad van die mooie beelden zoals de koe. Ja. Dus ik zou het bijna wel durven vragen of ik even mag kijken waar je woont. Mag dat? Zo, dit is een oude deel. Jeetje, man. En dit is een geheim kleedhokgedeelte. Ja, we zijn bezig met een album aan het opnemen, dus hier neem ik een album muziek nemen hierop. Dus hier nemen we nu de zang op. Dus... Jij maakt muziek? Ja. Dus ancient rites, dat is allemaal nogal... Ja, dat is echt een metal. Heavy metal? Ja. Ja? Daar ben je van? Ja. Maar dan zit je dus op een hele mooie oude boerenplik. Ja. Maak jij keiharde metal? Ja. Hier? Ja. Oh, je hebt nog meer ruimtes? Ja. Mooi. Klop. Heb je een stukje bij de hand van wat je hier gemaakt hebt? Ik weet niet of je dat ook op Gelderse kop moet laten horen. Ik denk het wel. En hoe heet jullie band? Of het project? Alvenrad. Dat is ook een band met logo. Alvenrad. Alvenrad. Wat is Alvenrad? Dat is een vertaling, eigenlijk een Nederlands vertaling van een oud-Noors Scandinavisch woord. Alvenrad. En het heeft geen rechtspolitieke sympathieën? Nee, totaal niet zo. Oh, gelukkig. Dat vind ik helemaal even wennen dat jullie hier ineens binnen staan. Goed, hè? Ja, maar dat gewoon, heb je niet voor niks alles zitten opnemen gisteren, dus... Ja. Hey, je gaat wel stralen nu. Ik ben je ware habitat, met mystieke baren. Schier beschemen door het Alvenrad. Gewoon in Nederland! Ja. Cool! Ja, ik was gisteren aan het opnemen en mijn moeder kwam ook ineens binnen. Die woont in de buurt. Je hebt een moeder ook? Ja, ik heb wel, dat ook, ja. Ja, dat vergeet je zo, maar heavy metal types hebben ook gewoon moeders. Ja. Wat vindt zij er dan van? Ja, die vindt het geweldig. Wel? Ja. En wat is nou het doel hiervan? Moet het echt iets worden? Moet het je werk worden? Dat zou wel mooi zijn, ja. Leuk, man. Ja. Dus daar moeten we op gaan letten.
Alvenraad. Ja, daar moet ik komende tijd, denk voor de zomer, wil het album wel uit hebben. Ah, ik vind het heel fijn. Ik ga jou niet meer storen. Je gaat het maar afmixen. Ja, nou mooi, ja, man. Alvenraad. Nou, dankjewel. Oké, dan. Geweldig dit. Wat leuk, zeg. Denk je dat je mijn kleur hebt? Dat zou heel goed kunnen, alleen de lengte zal een probleem worden, dus wat denk ik wat langer. Kijk maar. We zullen eens even kijken in de kast. Dat is erg blond, hè? Iets te blond. Nou, ik hou hem als reserve. Een soort Duitse slager look. Mooi. Ja, kijk, dit komt beter in jouw kleur terecht. Ja? Dan, ik weet alleen niet of het gaat lukken. Qua... Zo. Nou ja, het is een begin. Nou, staat niet gek. Nee, dan lieg je, of niet? Dit past ook wel een beetje bij jou. Nou, doe maar. Ik zit in mijn oogkast. Zit. Dat geeft niet. Oh. Dus je moet er wat voor over hebben. Oh ja. Jeetje. Maar dat is dan weer iets langer. Dus dan krijgen we weer een hele andere harm. Krijgen we dan. Dat is echt een damespraak, hè? Ja, ik vind je op iemand lijkt, maar ik kan even niet op de naam komen. Maar dat is ook een man, trouwens. Maar los van... Want je hebt eigenlijk alleen damespruiken, hè? Ja. Wanneer kom ik nou in aanmerking bij jou voor zo'n pruik? Als vrouw zijnde kom je in aanmerking als je een chemokuur ingaat. En je wilt dan een pruik bij mij lenen. Dus je hebt eigenlijk een pruikotheek? Oh, dat weet ik niet. Die naam heb ik nog nooit gehoord, maar ik vind hem wel leuk. Ik krijg deze van lotgenotes. Vrouwen die dus al het erop hebben zitten, het traject. En ik leen ze uit aan vrouwen die nog beginnen moeten. Pruiken zijn fascinerend, maar daar begin je niet zomaar mee. Nee. Wat was voor jou de aanleiding om dit te doen? Omdat ik zelf borstkanker kreeg. Dus dat is nu 9 jaar geleden. En dan heb je je pruik over. En daar heb ik eigenlijk op dat moment niet bij stilgestaan. En ik heb zelf die pruik gelukkig aan kunnen schaffen. Toen las ik op internet een verhaal van een mevrouw die tegen de regering tekeer ging van... ik moet met een sjaaltje gaan lopen, een mutsje gaan lopen. Ja, stempel, kankerpatiënt. Ik kan die eigen bijdrage voor een pruik niet betalen. Toen had ik zoiets van, nou, die mevrouw mag mijn pruik wel lenen. Want die ligt toch maar in mijn doos. Ja. Dus nu was dat inmiddels een achterhaald verhaal, want ze had inmiddels een pruik. Toen, na een half jaar ongeveer, overleed mijn zus. Die had ook borstkanker, is daar niet aan overleden. Maar daar kreeg ik dus protheses van... Dat ik zoiets had van, ja, dit ga ik dus niet wegdoen. En zo ontstond het idee om deze spullen te verzamelen... en uit te lenen aan vrouwen die het nodig hebben. Soms komen ze mensen hem zelf brengen als afsluiting van het hele proces. Ja. Ja, en dan hebben ze ook zoiets, hier heb je mijn pruik... en ik hoop er nooit meer iets mee te maken te hebben. Dat is heel heftig trouwens. Dus ik krijg natuurlijk ook best heel veel mannen... die de pruiken van hun vrouw komen brengen. Zo van, het heeft het helaas niet gered. Nou, dat is ook heel heftig. Hoe is dat voor jou dan? Want jij doet eigenlijk iets heel moois. Ja. En om dat te kunnen doen, krijg jij dus heel veel zwaarigheid in je schoot gegooid. Ja, ja. Ik moet zeggen dat ik het eerste begin, toen ik ermee begon, 8 jaar geleden... dacht van, nou, dit wordt hem niet. Ja, weet je dat nog, de allereerste keer? Ja, dat weet ik nog wel. Dat was een oudere man en die heb ik beneden in de kamer gehad. En die meneer die kwam zijn pruik brengen en borsten van zijn vrouw, protheses dan en BH's die zijn vrouw gedragen had. Met een verschrikkelijk verhaal erbij. Dus, en... Ik had zo'n medelijden met die man. En die man is weggegaan. Huilde verschrikkelijk. De man is weggegaan. En toen huilde ik dus verschrikkelijk. En toen kwam mijn man net binnen. En die zei, wat is er nou dan hier aan de hand? Ja, zo een zielige man. En het hele verhaal vertelt. Toen had hij zoiets, ja, als het zo gaat, dan wordt het hem niet. Nee, dat snapte ik zelf ook wel. Maar daar ja, hou je ik niet zeg, vol. Nee. Laat ik toch proberen om door te gaan. Dat moet toch een keer beter gaan. Maar ik heb ook heel veel vrouwen die heel veel... lachend de deur uitgaan, die hier komen. Ja, die zelf de eigen bijdrage van de pruik niet kunnen betalen. Die bij mij gratis die pruik meenemen. Ja, en ze gaan helemaal geweldig, blij de deur uit. En dat doe je voor niks? Ja. Hoe kan dat nou? Dan ben je veel meer bezig, een hoop gedoe. Doe je ja, gewoon... maar ik wil graag mensen helpen. Waarom? Ik krijg er ook zoveel lieve verhalen voor terug. En lieve dingen voor terug.
dat zeker de moeite waard is om het te doen. Ja, je ziet het misschien ook wel. Dat zijn allemaal kaarten. Ja, ik dacht dat het de geboortekaartje was. Allemaal bedankt dus. Ja. Sometimes you need a stranger to talk to. Sometimes you need to go to the observatory. Sometimes a movie star's eye. Riet heeft naast pruiken ook sjaals en hoedjes. Verder verkoopt ze badpakken en BH's tegen kostprijs. En ze heeft ook nog kasten vol borstprotheses te leen. Heb je wel eens vast gehad? Zacht, hè? Ja, hè? Ja. Dit kan gewoon de plomp in? Ja. Kijk, dit is wat speciaal. Dit is ijskoud, dat is niet prettig. Je wast het omdat het net van iemand geweest is. Ja, waar het misschien niet zo goed mee gegaan is ook. Dat kan, ja, dat kan. Maar daar sta ik niet altijd bij stil, hoor. Want ik denk, als ik daar bij elke pruik bij stil moet staan, bij alles wat ik doe, daarbij stil moet staan, ja. Dan denk ik niet dat ik het zo emotioneel diep gaat het niet bij mij. Dat laat ik ook niet zo ver komen. Als hou je niet vol? Dat denk ik niet, nee. Als ik daar echt altijd bij stil sta. Ik vond het zelf, dat mijn haar eraf ging, erger als dat mijn borst eraf ging. Want ik had zoiets van, ja, die borst, dat zit, ja, het hoort wel bij mij, maar het zit aan de buitenkant. Is niemand die het ziet. Ja, en mijn haar eraf, nou, toen keek ik in de spiegel, toen had ik zoiets, nu ben ik kankerpatiënt. Ja. Als ik dit vertel, dan zeggen heel veel vrouwen, oh, dat herken ik wel. Dus maar je zou toch zeggen dat haar gewoon weer aangroeit en een borst niet, dus dan wacht je toch even met je paniek? Ja, maar dat zo werkt het niet hier. Nee. Nee. Wat heb jij met je eigen pruik gedaan? Toen ik pas begonnen was, uitgeleend aan een mevrouw. Toen ik nog niet zoveel pruiken had. En zij kon niet slagen met hetgeen wat ik had. Nee. Dus toen had ik zoiets van, nou ja, ik heb er nog één. En misschien dat wat is. Nou, maar kon je dat doen? Je eigen pruik? Was dat niet? Ja, dat gevoel was heel goed. En ik heb alle pruiken ook teruggekregen, behalve mijn eigen pruik. Die heb ik dus nooit weer teruggezien. En die mevrouw kan ik niet meer traceren. En ik ben dus mijn pruik kwijt. Maar dan heb ik zoiets van, ik zal hem dan wel nooit meer nodig hebben. Dat heeft dan zo moeten zijn. Ah. Ja. Mag ik zien hoe je eruit ziet met lang haar? Ja. Wil je dat graag zien? Ja. Dat is toch wat. Zo leuk. Het hoort er toch bij pruiken, dat je ze ook stiekem even past, toch? Ik vond het 20. Kijk, dan krijg je dus meer dit. Dit is echt niet TV, goed. Hè? Nee, kijk eens. Wacht even, dan doe ik deze erbij. Jawel, bedoel. Dat mag ook, toch? Het mag ook we gewoon af en toe. Lachen, ja. Mag gewoon af en toe ook leuk zijn. Dan zeg ik, nou, hoeveel soorten heb je? Heel veel. We hebben echt 250 verschillende. Er zit altijd iets tussen wat wel staat. Ja. Dit staat je echt niet. Nee, hè? Schrikkelijk. Nee, wel zo goed in met haar. Wow. Ze zijn net zo. Ja, phew, dit is beter zo. Kijk, het is toch waar. Als je haar maar goed zit.